Zijn bijnaam is The Hurricane en hij is een van de allerbeste kickboxers in de categorie K1 Max. Dit weekend was Albert Kruis de gast bij Team Loeven Kickboxing in Druten. De mensen die hier vandaag komen wil ik kleine stukjes techniek van mezelf laten zien die ik zelf vaak gebruik. En dat ze er de goede dingen voor hun eigen doen uithalen. En was eigenlijk niks aan hebben dat ze dat weer snel vergeten. Ik ben uitgenodigd door Aaron om hier een seminar te komen geven. Hij zei dat ik best wel populair was bij veel leerlingen van hem. Dus Aaron is een goede vriend van mij. We hebben altijd samen getraind. Vroeger heeft hij ook op mij getraind. Dus dan doen we dat voor elkaar als vrienden. Kraus ziet dat de jongeren die nu gaan boksen zich aan hele andere spelregels moeten houden dan vroeger. Ja, dat klopt. Ze mogen nu pas echt vanaf 10 jaar in de ring vechten. En dan mogen ze nog niet eens naar het hoofd slaan. Dat mag pas als ze 16 zijn. Ik vind het een klein beetje... Onzin. Kijk, die kinderen willen ook trainen, net als voetballen. Volgens mij is een kopbal tegen je hoofd, is harder dan een stoot tegen je hoofd dan nog. En die kinderen mochten sowieso al niet meer op het hoofd stoten. Dus ik vind dat eigenlijk een beetje sport kapot maken is, begint het wel op te lijken. De bonden zullen het er ook niet mee eens zijn, maar goed, de staat heeft het ingevoerd en we hebben ons eigenlijk er maar aan te houden. Het is zonde voor die kinderen natuurlijk, want... Het is toch een hele populaire sport, ook bij kleine kinderen. En het is ook goed voor kinderen, want als je ziet, soms agressieve kinderen worden heel rustig van. En kinderen met weinig zelfvertrouwen, die zijn veel socialer, zeg maar. Die hebben veel meer zelfvertrouwen.